22 november zijn er verkiezingen. Weet u al op welke partij u wilt stemmen? Ik nog niet. Ik kan niet kiezen. Er wordt alleen maar gesproken over vergrijzing, AOW, pensioenen en of ouderen aan de verzorgingsstaat moeten meebetalen waar ze zelf al hun hele leven voor hebben betaald. Het draait om de economie en betaalbaarheid. Als kippen kakelen ze door elkaar, maar als je goed luistert zeggen ze allemaal hetzelfde, als je de media moet geloven. Wij zorgen ervoor dat u daar het minste van merkt in uw portemonnee. Politici zijn slim. Ze praten over miljoenen, honderden miljoenen, miljarden. Nou, zoveel heb ik niet eens op de bank staan. Laat staan in mijn portemonnee. Ik kan niet aangeven wat het nou betekent voor mij als burger. Als ze het proberen uit te leggen, dan begint voor die politici de echte strijd. Bij ons bent u een tientje goedkoper uit. Nee, bij ons bent u twee tientjes goedkoper uit. Per jaar. Ik zag een reportage waarbij een mevrouw het heel treffend zei. Oh, we krijgen geld terug van de overheid, wat leuk. Daar kan ik dan een ijsje van kopen. Lastenverlichting noemen ze dat. De politici houden zich bezig met onze portemonnee. Niemand houdt zich meer bezig met het waarom. Voorwaarden om problemen op te lossen in plaats van symptoombestrijding. Ben ik nog wel veilig in Nederland? Wie voorkomt dat Nederland een politiestaat wordt? Terrorisme, verruiming van bevoegdheden voor politie, justitie en de geheime dienst. Uitzending van militairen worden nauwelijks nog genoemd in deze verkiezingen. De laatste tijd hoor ik dat justitie last heeft van tunnelvisie. Dat politieonderdelen corrupt zijn. Dat mensen die misstanden aan de kaak stellen werkloos thuis moeten zitten. Dat vluchtelingen worden uitgeleverd aan de geheime diensten waar ze voor gevlucht zijn. En dat alles met de mantel der liefde bedekt. Democratie heet dat. Ik heb een gezin. Ik ben ondernemer, een startende ondernemer. Nee, een allochtone startende ondernemer. Waarom noem ik dat eigenlijk? Ik heb een hekel aan die kwalificatie, ik heb een hekel aan het woord. Ik ben immers geboren en getogen in Nederland. Ook mijn ouders zijn altijd Nederlander geweest. Geboren en getogen. Oorzaak en gevolg van het zo weinig genoemde en besproken koloniale verleden van dit land. Hoe zei Balkenende het ook weer? De VOC-mentaliteit. Toch ben ik in de ogen van de politiek een migrant. Welke partij ziet mij voor wie ik ben, niet voor wat ik ben? Welke partij geeft mij en mijn kinderen een plaats in deze samenleving, zonder dat ik over mijn schouder moet kijken of ik niet preventief word geïnterneerd? Dat mijn kinderen kunnen deelnemen aan de maatschappij en niet aan de deur worden geweigerd omdat ze een paar tinten donkerder zijn of geen Jantje heten? Dat ik niet bij elke gelegenheid mij politiek correct moet uitspreken voor of tegen iets. Dat ik mij continu moet verantwoorden dat ik in Nederland woon, terwijl ik niet blond ben en blauwe ogen heb. Ik weet wat. Ik bel gewoon de partijen zelf op en vraag hoe ze erover denken. Jongen, over ze roepen allemaal hetzelfde gesproken. U kunt ons verkiezingsprogramma downloaden van onze website. Ja, ik heb dat gedaan. Het is een hele studie politicologie in de praktijk. Als ze denken dat ik dat van alle partijen ga zitten lezen, dan hebben ze het mis. Ik heb wel meer te doen. Maar ik wil wel weten wie ze zijn, waar ze voor staan, of ik me met hen kan identificeren, voordat ik kies op 22 november. Andere aanpak. Ik ga hun lijsttrekkers interviewen. Dan kan ik mijn werk en deze studie politicologie in de praktijk combineren. Een luxe die vele andere burgers niet hebben. Zij moeten die studie uit de gordroge boekjes halen. Maar misschien dat dit programma hun ook kan helpen. Wie weet. Ik heb de speech van Mark Rutte op het VVD-congres aangehoord. Hij zei dat hij zijn verhaal wilde komen vertellen waar dat nodig was. Desnoods van deur tot deur. Dat klonk veelbelovend. Ten slotte ben ik ook nog ondernemer. Helemaal in het straatje van de VVD. De VVD wil vast meedoen. Ik heb me jammerlijk vergist. Wij werken niet mee aan uw programma. Iemand anders? Nee, wij hebben liever dat er maar één persoon met de media spreekt. Helaas, wij wensen u nog veel succes. Zeker bang voor LPF-taferelen. Of bang om verdongs handelen te moeten uitleggen. Mark Rutte slaat mijn deur dus over. Nee, dan de PvdA. Ook Wouter Bos had een mooie speech op zijn partijcongres en sprak vol vuur over mensen en bedrijven met nieuwe initiatieven.
dat die mensen en bedrijven op zijn partij konden rekenen voor dat extra steuntje in de rug. Ik dacht direct, hij heeft het over mij. Start een ondernemer, nieuw initiatief, nieuw programma. Ik kan wel een extra steuntje gebruiken. Maar ook hier lege woorden. Landelijk bereik heeft toch de voorkeur. U staat begrijpelijkerwijs niet bovenaan het lijstje. Iemand anders? Ach, weet u, het is zo druk deze dagen. Ik denk dat we het maar moeten vergeten. Toegegeven, ze hebben er langer over nagedacht dan de VVD. Mijn conclusie? Rozen en ballonnen uitdelen is iets anders dan je standpunten uitdragen. De heer Rauwvoet, die kan helaas niet, maar we hebben ons best gedaan, de nummer 4 op de lijst. Vindt u dat ook goed? Of ik dat goed vind?